Hallo, in de video van vandaag gaan we kijken hoe we de achteruitversnelling kunnen inschakelen in onze Opel Corsa van 2022. Zoals je ziet komt hij met 6 versnellingen en de linker die hier verschijnt met een R, dat is de achteruitversnelling. Om die in te schakelen moeten we 2 vingers gebruiken. In deze inkeping die omhoog gaat en zoals je ziet gaat het al omhoog. Druk de koppeling in, trek omhoog en doe alsof je de eerste versnelling inschakelt. En daar zouden we onze achteruitversnelling in hebben. Om deze los te maken, laten we het gewoon los. We hoeven verder niets te doen.